binnen in het huis, althans in de etage waar Henk Hofland woont in het hartje Amsterdam. We gaan bij Henk Hofland vragen hoe het eigenlijk zit met Henk Hofland en zijn leefstijl, hoe die leeft. En eigenlijk ben ik vooral benieuwd naar of we kunnen terugzien dat Henk Hofland een man is die heel veel met zijn handen maakt. Knutselt zou ik zeggen, misschien noemt hij het anders. Want daar is hij bekend om geworden natuurlijk, het boekje Ridderrijk Hofland. We kennen natuurlijk Henk Hofland allemaal als journalist, schrijver, de journalist van de eeuw. Daar is hij een paar jaar geleden tot uitgeroepen. Dit jaar won hij nog de PC Hoofdprijs. Henk Hofland, inmiddels in de 80, misschien wel voor velen het boegbeeld van hoe Nederland ooit was, hoe je misschien zou kunnen en moeten leven. En we zijn benieuwd of we van die gedachten die je wellicht hebt over Henk Hofland, hij ziet er nooit overdadig gekleed uit, altijd helder, sober, keurig, beschaafd, maar nooit te veel. Zouden we dat ook terugzien in die woning? Ja, dat zal het hier zijn. Nee, dat is het niet. Is nog een trap? Ik dacht, ik hoop dat. Hallo. Goedemorgen. Of goedemiddag, goedemorgen. Ja. Goedendag. Goedendag. En ik zou eigenlijk gewoon willen beginnen met een hele simpele vraag. Henk Hofland, definieer voor mij, wat is genoeg? Genoeg? Ik zou je zeggen, ik heb de entree des niet genoeg kregen kunnen. Die komt uit de fenomenologie, uitgevonden door Edmund Husserl. Ja. Die bovendien nog veel meer prachtige uitspraken heeft gedaan. Wetenschap bedrijven is Wesensschau und Seinserhellung. Dat krijg je door zu den Sachen selbst zu gehen. Nou goed, en dat is hoe ik werk en kijk. En het klinkt wel ontzaglijk parmantig, nou ik mezelf hoor zeggen. Het klinkt heel. Maar het is leuk, het is aardig werk. Ja. Ik heb hier geen geraniums alleen. Dingen die ik van straat heb opgeraapt, kleine stukjes staal van allerlei vormen. Staal? Staal, ja. Schroeven, bouten, moeren, weet ik wat. Wat mij interessant lijkt, dat pak ik op en dat zet ik daar in dat steeds verder groeiende sculptuurtje. Dus Henk Hofland zit niet achter de graniums, maar Henk Hofland zit achter de schroeven en bouten. Hij zit achter het staal. Als je denkt aan jouw eigen jeugd, hoe was dat? Leefden jullie sober? Ben jij in eerlijke armoede opgegroeid, in rijkdom? Hoe was dat? Mijn vader, die zijn loopbaan heeft begonnen als bij de marine. Toen is hij in het zakenleven terechtgekomen en daar bleek hij ook een genie voor te hebben. En die man is stinkend rijk geworden. Dus ik ben opgegroeid in luxe. Bovendien was ik enig kind. Of dan blijf je hele leven. En dus ik ben ook niet overdadig, maar wel behoorlijk gewend. Ja. Kook jij eigenlijk zelf dan? Of is het altijd een jeugd? Niet aan de vrouw. Ja, ik kook en niet aan de verstand van. En de spulletjes die meestal, daar heb je geen verstand van, maar wat? De techniek is, ik zie een magnetron. Ja. Maar ik zie een vaatwasmachine. Nee, dat doen we met de hand. Als je je eigen levensstijl moet benoemen in een paar termen. Ik ga een paar termen noemen, mag je de eerlijk kiezen, je mag hem ook aanvullen. Goed. Calvinistisch puriteins. Nee. Zuinig, spaarzaam en onteerend verstandig. Nee. Bourgondisch. Nou, dat hangt de vrijdagavond wel, ja. Want? Nou ja, dan is de werkweek voorbij. En dan gaan we, mijn vrouw en ik, lekker eten hier thuis. En ze kan ongelooflijk lekker koken. We zijn niet calvinistisch aangeknaagd door het geweten. Ja, we hebben er plezier in. En iedere ochtend is het mij weer een pleziertje om op te staan. En ik denk, jongens, hey, nieuwe dag. Hupsakee, erop los. Ja, het is wel.
Ik hoop ook zo oud te worden, denk ik. Als ik jou de vraag voorleg, de mensen zouden moeten leven als Henk Hofland, want, vul hem eens aan, de mensen zouden... Absoluut niet moeten leven zoals Henk Hofland, want Henk Hofland is zeer tevreden met zijn eigen stijl van leven en hij moet er niet aan denken, een of ander duplicaat, meestal gebrekkig duplicaat, op straat of in de tram tegen te komen. Laat staan dat hij naast zo'n type woont. Is dat goed? Ja, wat jij wilt. Als je denkt aan hoe jij leeft, is er één advies aan de medeburger. Bezig blijven. Zal je even een krass voorbeeld van bezig blijven laten zien? Ja. Met een pen. Echt. Het lijkt net echt, hè? Het lijkt net echt. Ja, dank je veel. Ja. Hou nog even vast, Henk. Hier, dit is de watertoren van Rotterdam. Ga vast. In Kralingen. Prachtig ding, staat er nog. Oké. Okay. Godzijdank. Maar dit, Henk, hier zit uren arbeid in, hè? Ja. Oké. Okay. Venetië is er ongetwijfeld bij ergens. Ja, er zal Venetië erbij staan en... Godsamme, heb ik daar zitten tekenen, hè? Is dat nou zo dat voor jou die handenarbeid, dat is ook een oneerbiedige woord, hoor, begrijp ik? Nee, handenarbeid is dat goed, dat ook op een manier je ontspant van al het verschrijven? Nee hoor, nee? Ik zit geen logica in. Henk Hofland, het verhaal bij dit schilderstuk. Ik wijs daar op mijn voorhoofd, terwijl ik ook een sigaret in mijn hand heb. En dat is ter gelegenheid van het feit dat minister Ilko Brinkman de PC Hoogprijs aan Hugo van Korstius had geweigerd. Toen heb ik gezegd, mag ik een gebaar gebruiken? Jo. En dat heeft op een foto in de Volkskrant gestaan. En toen heeft Herman Krikhaar daar dit prachtige schilderij van gemaakt. En hier zitten dus Henk Hofland en zijn ega elke avond naar het journaal te kijken. Onder dat portret. Juist. En heel af en toe vergeet je dat dat bestaat. Als je het finale ziet? Nee, ik kijk er wel eens naar, maar het is niet voortdurend in mijn bewustzijn. We staan overigens, het is een sober, smaakvol, beschaafd ingericht huis. Kun je daar een vinden? Ja, maar hoe kom je? Geen overdaad. Nee. Goed. Lucifersdoosjes. Mooi hoor. Ik ben een hond. Zo. En dit is dus helemaal van. Lucifersdoosjes. Maar dit is ook een eigen ontwerpflatgebouw. Dit is ontwerp. Niet naar een bestaand model. Nee, maar de bedoeling is dat het is. The House of the Rising Sun. A house. New Orleans. In New Orleans. Ja, er is een house. Ja, dat is dus een huis van lichte zeden. Juist. Dus het is altijd wel iets wat Henk Hofland doet. Het is nooit zomaar volk, vaderland en koningin. Het is altijd iets anders. Wat is het vreemd? Is dat ook van Lucifer? Oh, dat zit van Lucifer's doosjes. Dus de roker heeft hier behoorlijk het nuttige en het aangename verenigd. Baat bij gehad.